hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. En we zijn op basisschool wereldwijd hier in Landgraaf, ook wel bekend als de gezonde basisschool van de toekomst. Naast mij staat juffrouw Linda, ik geef haar alvast de bal. Zij gaat straks de sumo challenge doen. We hebben de vlog van Job, maar we starten natuurlijk met het kerngezonde nieuws van deze week. De leerlingen van de basisscholen in Horst aan de Maas beleefden onlangs een kerngezonde dag in het kader van Jong Leren Eten. Ze maakten samen met Janine Althuizen van Lekker Keten een heerlijke en bovenal gezonde soep en mini-broodjes. Daarna speelden de scholieren de voedingsquiz en ontdekten ze op ludieke wijze hoeveel suiker er in alledaagse producten zit. Welkom bij een nieuwe vlog van mij. Ik ben nu FIFA aan het spelen, maar de lente is op komst. Dus ik ga nu gezond skileren buiten. Gaan jullie mee? Ik ben klaar om te skileren. Het is goed voor mijn voetbalconditie ook. Deze berg is echt een makkie. Deze enorm steile berg in het bos is geen partij voor mij. Kijk, dit is pas een uitdaging. De langste trap van Nederland in Landgraaf. Die ik nu ga belopen. En uiteraard zonder mijn skiler. Hallo? Ah nee, ik moet een banaan, dat zien jullie ook. En drinken. Maar als je gezond eet en gezond drinkt, dan kom je er wel. Hopelijk vonden jullie dit leuk en tot de volgende vlog. Doei! Hoi, ik ben juf Linda van basisschool Wereldwijs in Landgraaf van groepje 1. 2A. En wij gaan winnen omdat ik de allerleukste klas heb van de hele wereld. Oh, juffrouw Linda, u vergeet helemaal het bord te raken. En dus geen bonificatieseconde en blijft de eindtijd 30 seconden en 84 honderdste. En dat is helaas niet genoeg om in de top 14 van onze ranglijst terecht te komen. De meester of juffrouw die aan het einde van dit schooljaar de snelste is, die wint een uitstapje voor de hele klas naar Limburgs Uitje in Zevenum. Inclusief een gezonde barbecue aangeboden door AZ Barbecue. Tijd voor onze wekelijkse rebus. Kijk goed naar de plaatjes en de bijbehorende aanwijzingen. En weet jij het goede antwoord? Stuur het dan samen met je naam, leeftijd en woonplaats naar onderstaand mailadres. De winnaar maken we binnenkort bekend in onze uitzending en is eregast op de Kerngezond afsluitdag aan het einde van dit schooljaar.
En dit is de goede oplossing van de opgave van 2 weken geleden. Op het eerste plaatje zie je een bom en met een T in plaats van een B krijg je Tom. De pijl bij het tweede plaatje wijst op de duim en zonder de laatste 2 letters houd je du over. Een koe, maar dan met een M aan het begin en een U op het eind, maakt moe. En bij het verkeersbord wijst de pijl naar links en zonder de laatste 2 letters hou je lin over. Allemaal samen krijg je dan Tom Dumoulin. De jury heeft onder alle inzenders de winnaar uitgeloot en die staat nu onder in beeld. Van harte gefeliciteerd. Ja, dan zijn we bijna aan het einde van Kerngezond TV. Juffrouw Linda heeft het net heel goed gedaan. Alleen ze vergat de bal echt tegen het bord te gooien. Wat ging er mis? Ja, mijn armen zijn te kort, denk ik. Dat kan een probleem zijn als je armen te kort zijn. Ze werd in ieder geval goed aangemoedigd. Je kan natuurlijk nog het goede antwoord op de rebus insturen en gratis abonnee worden op een van onze social media. Onder in beeld staat precies hoe dat werkt. En dan eindig ik met jullie een hele mooie week toe te wensen. Tot de volgende Kerngezond TV.